fragmenten uit de panel van gisteren. Welkom Matthias Diependalen, Vlaams minister voor Wonen van N-VA en Jos Daase, fractieleider in het Vlaams parlement voor PvdA-PTB. Welkom allebei. Minister Diependalen, ik begin bij u. Vlaanderen telt 6% sociale woningen. Elders in buurlanden hebben we gezien 15 tot 30%. Hoe komt het dat dat zo weinig is bij ons? Er worden appelen met citroenen vergeleken. Bijvoorbeeld in Nederland heb je inderdaad 30% sociale woningen. Maar dat zijn geen woningen die eigendom zijn van de overheid of van instellingen die afhangen van de overheid. Dat gaat meestal om premies die men krijgt om een private huurwoning te huren. Ten tweede mogen wij ons in Vlaanderen absoluut gelukkig prijzen dat wij in Vlaanderen een veel hogere eigenaarsgraad hebben. 70 tot 72% van de huishoudens in Vlaanderen zijn eigenaar van hun eigen woning. En voor mij, in alle eerlijkheid, is dat ook de absolute prioriteit in ons beleid. We moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen in staat gesteld worden. En ik besef dat niet iedereen dat gaat kunnen, maar zoveel mogelijk mensen moeten we toelaten een eigen woning te bezitten. 6% is genoeg voor u? Of zegt u, ja, er kan wel iets bij? Ja, ik weiger daar een streefdoel op te hangen. Waarom? Hoe minder mensen nood hebben aan een sociale woning, hoe beter. We zijn er ook in geslaagd om de laatste 20 jaar de armoede heel fel te doen dalen. Ook de laatste 4, 5 jaar is die met 20% gedaald. Dus de armoede gedaald in Vlaanderen. Okay. Dus dat is een goede zaak. Ik blijf even bij die sociale woning. Ik wil een reactie van meneer Daase. 6%, er is een uitleg voor dat het in andere landen anders is. Wat vindt u? Ja, meneer de minister spreekt over zijn beleid waarmee hij wil dat meer mensen een woning kunnen kopen. Maar dat beleid zien we dat gewoon totaal faalt de laatste jaren. Huren wordt duurder op de private markt. Kopen. Jongeren kunnen vandaag gewoon geen huis meer kopen. Die leeftijd waarop je je eerste huis kan kopen wordt steeds later. En wat sociale wonen betreft zitten we met die enorme wachtlijst bij 180.000 gezinnen. En dus als de markt vandaag faalt, want dat is waar de minister op vertrouwt, dat de markt het allemaal wel zal oplossen voor de mensen, als de markt vandaag faalt en wonen onbetaalbaar maakt, dan moet de overheid ingrijpen. En, dat kan niet alleen met sociale wonen, er zijn verschillende maatregelen voor nodig, bijvoorbeeld een begrenzing van de huren. Van de huurprijs op de private huurmarkt. Dat wil men ook niet doen. Maar sociaal wonen maakt daar wel een belangrijk onderdeel van uit. Voor heel wat mensen echt aan de onderkant van de samenleving is dat de enige manier om uit de armoede te geraken. Okay. Ik vind het fantastisch dat meneer Daase als communist verwijst naar de werking van de private markt. De marktwerking. Heeft hij een punt? Nee, absoluut niet. Want als je kijkt naar Nederland, nergens in Europa is de marktwerking zo hard gefaald als in Nederland omwille van het overheidsingrijpen. Omwille van het feit dat men daar gezegd heeft van kijk, wij gaan maximaal inzetten op publiek. Huisvesting, waardoor het niet meer aantrekkelijk was om voor private investeerders om woningen aan te bieden. En je mag die vergelijking op elke dag maken. Nergens in Europa zijn de problemen zo groot als in Nederland. Daar heeft men een gigantisch woningtekort, prijzen die vele malen groter zijn dan in Vlaanderen. En dat is omdat men 15 à 20 jaar geleden eigenlijk vanuit de overheid gezegd heeft van wij gaan er ons een keer mee moeien en gaan die marktwerking aan de kant zetten. Maar gelukkig hebben we dat in Vlaanderen niet gedaan. 80.000 mensen bijna op een wachtlijst. Ja. Daar hebt u geen antwoord op dan? Ja, toch wel, want die mensen zijn niet zomaar aan hun lot overgelaten. We geven ook elk jaar 100 miljoen euro uit voor huurpremies en huursubsidies. En dat komt bij die mensen terecht. Dus die worden wel degelijk ondersteund. Ten tweede, de helft van die mensen krijgt binnen de 3 jaar een sociale woning. Ik weet dat men in de reportage ook de berekening gehad heeft van de huidige wachtlijst wordt afgebouwd over 87 jaar. Men moet mij mathematisch eens uitleggen hoe dat te rijden valt. Ik zal u even zeggen, voor alle duidelijkheid, voor wie de panel niet gezien heeft, men heeft daar alle sociale woningmaatschappijen niet allemaal, men heeft een steekproef gebeld, meer dan 40, en is tot de conclusie gekomen dat afhankelijk van je profiel het inderdaad komt dat je niet gemiddeld 4 jaar, maar wel langer, 7, 10 jaar enzovoort moest wachten. Dus dat is een realiteit voor heel veel mensen. Dat is ook een gemiddelde natuurlijk, hè? Dat is een gemiddelde. Maar ik vind het een beetje vreemd dat men in de reportage dat men zich gepermitteerd heeft op de cijfers van de administratie in twijfel te trekken. Hè? Dat heeft men geïnsinueerd en daar verzet ik Maar over de mensen die... De helft van die mensen worden binnen de 3 jaar geholpen en mensen die langer dan 4 jaar op de wachtlijst staan krijgen ook een financiële ondersteuning. We weten trouwens dat die premie ook een aantrekkingsfactor is om op die wachtlijst te gaan staan. Dat is ook een gegeven. Dat is ook perfect logisch en geen enkel probleem. Maar dat is natuurlijk... Ja, bouwen doe je over tijd. Dat vraagt zijn tijd. We hebben de laatste jaren maximaal ingezet... per jaar de afgelopen 20 jaar? Het punt dat ik nu wil maken, we hebben de hele sector hervormd. En vorig jaar heeft dat wel degelijk al zijn vruchten afgeworpen. Want vorig jaar hebben we een recordbedrag, 841 miljoen, kunnen omzetten in woningen. Dus de hervorming heeft wel degelijk zijn vruchten afgeworpen. Ik herken ook dat dat een heel zware opdracht geweest is. Die hervorming heeft zijn budget tijd is wel omhoog gegaan, 840 miljoen voor de sociale woningmaatschappij. Het is puur inhaalbeweging die men aan het doen is. Men heeft de sector effectief jaren stilgelegd. Ook vorige legislaturen moet De N-VA is nu 10 jaar bevoegd voor wonen. 10 jaar. En we hebben vandaag meer mensen op de wachtlijst voor een sociale woning dan dat er sociale woningen zijn. Het
aantal nieuwe woningen dat vrijkomt, want dat zijn niet alleen de nieuwe gebouwen, je moet er natuurlijk ook de afgebroken en de verkochte woningen van aftrekken, dat is gewoon tijdens die 10 jaar alleen maar gedaald. Dat is het bilan van 10 jaar N-VA op wonen in Vlaanderen. En er is echt een trendbreuk nodig vandaag. Als wij willen zorgen dat we die mensen die die sociale woning nodig hebben om uit de misère te geraken, dat we die een sociale woning kunnen geven, als wij die druk van die private huur- en koopmarkt willen afhalen, dan hebben we echt veel meer investeringen nodig in dat sociaal wonen als vandaag. Mm-hmm. En ik vind het heel jammer dat men daar niet toe bereid is. Ja, want we zagen ook in de reportage de getuigenis van Jeff en Lia, die zeiden, ja, dankzij het feit dat wij in een sociale woning konden wonen, konden we een beetje sparen en konden we onze kinderen een laten studeren. Dat was voor hen een opstap uit de armoede. Dat vind ik een goede zaak. Daarvoor dient ook een sociale woning. En dat is eigenlijk de twee pijlers waar we de voorbije jaren op ingezet hebben. Is enerzijds zorgen dat er meer gebouwd wordt, de sector versterken door de bouwcapaciteit te verhogen, maar anderzijds ook zorgen dat die mensen die er echt nood aan hadden in die woningen geraakten. En dat is natuurlijk iets waar wij van verschillen. Je hebt het daarnet gehad over ideologie. Het is niet mijn bedoeling om mensen levenslang afhankelijk te maken van de overheid om in hun woonbehoefte te voorzien. Wij hebben maatregelen genomen om mensen effectief te zorgen dat ze kunnen doorstromen naar de private huurmarkt. Ja. Bijvoorbeeld door ze nu te verplichten aan het werk te zetten. Ze moeten afhankelijk gemaakt worden. Maak even uw punt en u mag reageren. Ja. 45% van sociale huurders zijn vandaag perfect bekwaam om te gaan werken, maar werken niet. U laat die mensen in de steek. Ik wil ze ondersteunen om aan het werk te gaan, zodat die mensen... Het een heeft met het ander niks te maken. Absoluut. U wilt als minister de mensen afhankelijk maken van de verhuurders op de privé, waar dat de prijzen door het dak gaan en waar dat mensen vandaag geen kwalitatieve woningen meer vinden voor een deftige prijs. In een stad als Antwerpen, 1.000 euro gemiddeld voor een appartement. Leg het eens neer als jong koppel, leg het eens neer als alleenstaande. Dat lukt gewoon vandaag niet meer. En dus dat gaat niet over mensen afhankelijk maken van de overheid. Het gaat erom om te zorgen dat mensen een kwalitatief dak voor een degelijke prijs boven hun hoofd hebben. Maar is het ook een garantie om uit de armoede te geraken of om armoedeval tegen te gaan? Absoluut een eerste stap om uit de armoede te geraken, want de minister heeft gezegd dat sociale woningen deactiverend werken en dat is totale onzin. Dat is exact het omgekeerde. We hebben het gezien in de reportage Soukaina. Die komt uit een jeugdinstelling, is 18 jaar, kan niet bij haar ouders terecht. De enige manier waarop dat zij kan gaan studeren is door een sociale woning te hebben. Want anders kan zij gewoon op de privé nooit op een deftige manier wonen. Er is een studie van het steunpunt wonen die aangetoond heeft dat het voor sociale huurders 25% meer kans is om inactief te zijn. U draait dus werkloos de zaken te zijn. Om. U draait nee, de zaken. Is de vraag dat is van de realiteit. We weten dat dat systeem eigenlijk inactiviteit aanmoedigt. Maar ik ben het ermee eens dat een woning een heel goed begin is om effectief op je eigen benen te gaan staan. Daarom hebben we ook die tijdelijke contracten ingevoerd. In uw programma staat dat ze terug oneindig moeten worden. Absoluut. Ik vind dat we mensen tijdelijk een ondersteuning moeten bieden. 9 jaar. Om werk te gaan zoeken, een opleiding te volgen of wat dan ook. En 9 jaar gaan we controleren, voldoen zij nog aan de inkomensvoorwaarden? Kunnen zij nadien op hun eigen benen staan? Applaus, laat ze doorstromen en we hebben een woning die we terug kunnen gebruiken voor iemand die ze echt nodig heeft. Okay. En dat is nu net wat het systeem ook betaalbaar maakt, dat je die mix hebt van wat lagere en iets hogere inkomens. En dat is het probleem van heel wat sociale woningmaatschappijen vandaag, dat zij zitten met bewoners die zo'n lage inkomens hebben, dat zij te weinig centen hebben om te investeren in nieuwe sociale woningen. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is absoluut wel zo. Extra budget. Er ligt een miljard te wachten ook weer dit jaar om te investeren in sociale woningen. U weet even er is wat geen, het, meneer... Als morgen elke woonmaatschappij in Vlaanderen dat aanvraagt, af en toe twee weken later krijgt men die centen. Meneer Daze mag maar uit. U weet even goed als ik dat er een groot probleem is met het begin van de investering. U spreekt over min 1% op 30 jaar, en dat is absoluut zo, maar in het begin hebben we vandaag een probleem. En daarom, u weet dat ook, uw 800 miljoen van vorig jaar, het grootste deel daarvan gaat naar renovaties. Op zich is dat een goede zaak, maar daarmee gaan wij de wachtlijst niet wegwerken vandaag. En dus een goede sociale mix in uw sociale woningen is niet alleen goed ook voor het samenleven in die sociale woningen, maar ook voor de financiële solvabiliteit van die sociale huisvestingsmaatschappijen. De financiële reserves van de huisvestingsmaatschappijen is sinds 2014 gestegen van 400 naar 700 miljoen euro. Waarom bouwen ze dat niet? We gaan er hier niet uitraken. Het is interessant om te zien. Jullie hebben duidelijk een heel andere visie daarop. Dat is heel helder. Daar ben ik blij om. Tot slot wil ik nog even aan u vragen, aansluitend bij de beginquote van Jeff, die zei, ja, er wordt op ons neergekeken. Mensen die in sociale woningen wonen, voelen... Ja,
kan u begrijpen waar hij op doelt? In alle eerlijkheid, dat vind ik ook een beetje de gemiste kans van de Pano-reportage gisteren. Men had daar ook zeer mooie succesverhalen kunnen tonen waarbij dat sociale huurders, dankzij die sociale woning, terug op hun eigen benen gaan staan. Eigenlijk een beetje zoals de kinderen van Chef. Onder zelf, andere zij, maar ook mensen die terug kunnen uitstromen zijn, want dat moet de uiteindelijke finaliteit zijn. Ik aanvaard volledig dat dat niet voor iedereen gaat werken, maar we moeten wel ervoor zorgen dat mensen terug op hun eigen benen kunnen staan. Okay, ik ben ervoor overtuigd dat dat ook voor hun eigen levensgeluk het allerbelangrijkste is. We gaan het hierbij moeten houden.